Een hele goede morgen, kijkers. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Achter de Lens. Ik ga vandaag naar de kapper toe, is wel nodig. Ik heb mijn haren niet gedaan, dat zie je ook wel. Ik heb ook een petje gepakt, die kan ik opdoen. Is wel leuk, een Mickey Mouse petje. Kijk of je, ja, je kan het wel zien. Een mooi Mickey Mouse petje. Hij lag in de kast, ik denk, ik doe hem eens op, want dat vind ik gewoon leuk. Ja. En we gaan naar de kapper. En als het goed is, heeft de kapper alles wel, dus ik hoef niks te verzamelen. En dan gaan we naar de verhuizing kijken hoeveel we daar zijn met het verbouwen. Ja, en dan zie ik jullie daar als ik weer een fresh kapseltje heb. Mensen, het is werkelijk niet te geloven. Ik ben weer hartstikke fresh. Petje zit in mijn zak en ik ga nu onderweg naar de edit-pc op ons kantoor, zodat ik even kan kijken wat ik nou de afgelopen dagen eigenlijk heb gefilmd. Want dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Ik kijk mezelf nou wel een beetje in de lens en zo. Maar even kijken wat we ervan kunnen maken en in hoeveel dagen ik natuurlijk alle vlogs ga verdelen. Het is werkelijk fantastisch, dames en heren. Ik loop hier met Maurits en Bertine. Ze zijn hier. Het is werkelijk fantastisch. Wow, goede lichting dit. Goede belichting dit. Kijk hier, ja, ik heb ze in beeld, alsjeblieft. Kijk, daar heb je Bertine en Maurits. En vandaag gaan we werken aan het SOA-project, want dat moeten we nog doen vandaag. Hey Maurits. Ik heb je sleutel terug. Hey Maurits. Hallo. Ja. Wil je de sleutel nog terug? Domme! Nou, ondertussen zal ik even een kort uitlegje doen. Het SOA-project is eigenlijk een voorlichtingsfilm voor de GGD. Die gaan wij maken met z'n tweeën en nog met een hele grote andere groep van mensen. En ja, het wordt werkelijk fantastisch met een super grote penis en zo. Daar zie je. Hele grote penis! Maar daar gaan we dus in ieder geval, dat is het plan. Hier krijg je nu even een beeld van hoe het eruit ziet tijdens het SOA-project. Goedemorgen allemaal. We zitten in de auto. Hallo. Nou, zo aan de ene kant. Maar dat is eigenlijk zeg maar een beetje de knipoog. Dat die jongens voortdurend met een piemel denken. Zijn er 3, take 1. Ja, nou, dat was zeer interessant, dat weet ik. Maar daar zijn we dus mee bezig. En we zijn even aan het kijken wat we af hebben, script en zo. En of we budgetlijsten af hebben en dergelijke troep. Dus ja, dan gaan we even kijken. Mag ik dood? Alsjeblieft. Ja. Ja. Nee, maar het is gewoon handig. Nou, hup, Tom, roep maar. Maar. Ja, je vraagt je waarschijnlijk af. Waar ben ik? Nou, ik ben op het dak van mijn huisje. Dat betekent dat ze al een dak aan het leggen zijn. En het dak is nou van hout. En er komen dan overheen komen nog tegels. En ik zal het even laten zien. Ja, we hebben net dus een plat dak gelegd, dat kun je hier zien. Ja, zwart, dus dat zie je eigenlijk helemaal niet zo heel goed. En ja, achter mij zie je dus echt het dak. En ja, ik vind het best wel mooi. Er komen dan pannen op en aan de binnenkant ziet het er heel vet uit. En ja, zo werken die dingen. Het is werkelijk fantastisch. Ik ben zeg maar op een hele rare manier naar binnen gekomen. Dat is door dit mooie gat hier, dus daar moeten we weer terug doorheen. Nou, zoals je kan zien, we zijn al best wel ver. Moet je kijken, man. Het zit al bijna helemaal dicht. We zijn al bijna helemaal geïsoleerd. Ik kan er al bijna gaan wonen. Zover. Nee, maar het dak staat er in ieder geval al wel op aan de binnenkant. Daar is al hartstikke mooi. En vanuit de binnenkant kun je het al mooi zien. Want zo ziet de binnenkant er ook uit. Daar gaan ze ook verder niks meer aan doen. Ja, lampen erin zetten natuurlijk. Maar voor de rest, ja, dit is dus hoe de binnenkant aan het dak tenminste eruit gaat zien. En ik vind het mooi. De folie aan de buitenkant zit er al op en dat houdt in dat er wel vocht aan de buitenkant op het hout kan komen, maar niet aan de binnenkant kan komen, dus dat de isolatie niet nat kan worden. En ja, dat is best wel slim bedacht. Je kunt natuurlijk ook gelijk even naar de buitenkant gaan om daar te zien hoe het daaruit ziet. Nou, de folie, je kan het hier al zien, zit er al heel goed op. Het dak, hier het houten dak. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi. Ik ben helemaal hyped. Ik vind het helemaal toppie dit.
Ja, en dat is leuk dat ik er zelf aan mag meewerken, want het geeft een extra gevoel, weet je wel. Gewoon het extra, het, ik heb het zelf gemaakt, dus het is voor mij. Ja. Fantastisch. Het begint er inderdaad echt al heel vet uit te zien en ja, over een paar maanden staat hier dus gewoon echt een huisje. Fantastisch! Ja! Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor meer video's. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram voor allemaal leuke foto's en berichtjes. En klik hier beneden in de filmklapper voor meer video's of het eindresultaat. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!